Waarom ga ik eigenlijk niet aan Mobicep even vragen? Dus ik, in deze video ga ik dus Mobicep opzoeken. Oké. Ja? Nou, dan ga ik daar aan werken. Dat is niet jammer, bro. Knallen. Goed. Hey, dankjewel. Is goed, check jou. Yes mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Andy en in deze video heb ik voor jullie een kleine update. Laat ik het nou maar zo zeggen. Heel lang geleden, het was ergens in juli als het goed is, in ieder geval ergens met de zomer. Daar heb ik zelf heel erg corona gehad, ik ben er goed ziek van geweest. En ik ben ook heel veel kilo's afgevallen. En ik was ook echt topfit geweest en door de corona ben ik gewoon terug naar nul. Dus gewoon echt nul conditie. Wat ik net ook al zei, heel veel kilo's afgevallen. En toen kwam ik op het idee, waarom ga ik eigenlijk niet aan Mobicep even vragen? Dus ik, in deze video ga ik Mobicep opzoeken. En dan waarom ga ik hem dan niet vragen? Om wat tips, om op een snelle manier en op een makkelijke manier om aan te komen. In combinatie met sporten. Dus dat ga ik doen. Maar eerst wil ik jullie vragen. Gooi natuurlijk alvast even alle likes omhoog. En dan gaan we nu beginnen met de video. Ja mensen, ik ben hier bij de enige Mobicep. We zijn er man, we zijn er. Yes. En ik had een vraagje, en misschien ook gelijk voor jullie, want dat weten jullie ook niet. Lang geleden heb ik zelf corona gehad, ik ben in die tijd ben ik heel veel afgevallen. En ik heb zelf een lichaamsbouw, welke heel moeilijk. Snelle stofwisseling. Ik heb een snelle verbranding zo aan, dus het is voor mij heel moeilijk om aan te komen. Met sporten en zo, zeg maar, heb jij handige tips om hoog in je calorieën zitten. Hoog in je calorieën zitten. Ja? Maaltijden pakken waar veel calorieën in zitten. Dat is het. Goed. Gaat het goed? Ja. Dank je. En het allerbelangrijkste natuurlijk je voeding, daarnaast goed rusten, juiste training hebben. En ik denk dat het beste is om een juiste voedingsschema te doen. Gewoon ergens in je omgeving bij iemand van de juiste voedingsschema. Dat je hoger in je calorieën gaat zitten en dat je precies weet wat je eet. Kijk, als je wil afvallen, moet je in de calorieën tekort nemen. Ja. Wil je aankomen, dan moet je in de calorieën onderscheid doen. Ja, oké. Het is eigenlijk heel simpel. Oké. Ja? Nou, dan ga ik daar aan werken. Dat is niet jammer, bro. Knallen. Goed. Hey, dankjewel. Is goed. Ciao, ciao.
Ja, en dit was alweer het einde van deze video. Vonden jullie dit een hele leuke, hele toffe en misschien ook wel een leerzame video? Gooi dan natuurlijk even alle likes omhoog. En vergeet ook niet te abonneren. Dat kan hier beneden. En help mij even naar de 1000 abonnees. Want ik hoop namelijk dit jaar de 1000 abonnees te halen. Dus abonneer even hier beneden. En laat natuurlijk ook een hele leuke reactie achter. Dat kan ook hier beneden. En misschien staat jouw reactie wel volgende week in de video. En dan zie je mij in de volgende video weer om 5 uur. Dus zeg maar deze, zoals altijd, adios.